Zo, welkom terug allemaal in deze laatste, echt laatste nu beloofd, video van de Sony Alpha 7. Zal ik het hebben over de 5 voordelen en de 5 nadelen van deze camera. Laten we beginnen bij de 5 nadelen, dan kunnen we in schoonheid afsluiten met de 5 voordelen. Dus wat zijn de 5 voornaamste nadelen van deze Sony Alpha 7? Ten eerste, het ligt eigenlijk allemaal hierachter ook uitgesteld, de... Het grootste nadeel vind ik persoonlijk dat de lenzen heel duur zijn. Dus, dit is nog een iets wat betaalbare lens, omdat daar onder andere geen zijsbadje op staat. Maar deze twee lenzen, al twee prime lenzen, zijn ongelooflijk duur en dat is puur omdat er hier een zijsbadje op staat. Dus, uh, je betaalt voor deze twee prime lenzen: dat zijn eenvoudige lenzen: een 3528 en een 551.8. Vrij standaard lenzen betalen eigenlijk meer dan het dubbele. Dan wat je zou betalen voor vergelijkbare lenzen bij Nikon en Canon andere grote merken. Dus dat is een eerste belangrijk nadeel: dure lenzen. Een tweede belangrijk nadeel ligt eigenlijk hier en dat zijn de batterijen. Dus de batterijduur van deze camera is heel beperkt. Sowieso is de batterijduur van een systeemcamera in vergelijking met een spiegelreflex digitaal vaak beperkter, omdat een digitaal spiegelreflex heeft meer ruimte voor vaak een grotere batterij. Maar hij heeft ook veel minder elektronica aan te sturen. Bij de systeemcamera's, zoals deze, heb je het display, wat je bij een digitale spiegelreflex ook hebt, maar heb je ook nog eens de een digitale zoeker hier, die aangestuurd moet worden. En vaak zijn er nog veel meer elektronische functies, zoals wifi en dergelijke, die ook batterijduur vragen. Nu, op zich is dat ook het geval bij de Fujifilm camera's, maar daar merk ik minder. Dat de batterijduur heel beperkt is. Bij deze valt het echt op dat de batterijduur heel beperkt is. Dus dat is toch wel een nadeel van de Sony Alpha 7. Dus als uh, tweede belangrijke nadeel was dat de batterijduur. Dus ik heb meteen ook een extra batterij gekocht als ik deze camera kocht. Een uh, derde belangrijk nadeel van deze camera is de zeer terug te sluiter. En dat kan een nadeel zijn voor bepaalde situaties, zoals als je onopvallend wil werken op een concert of bij een trouw. Of een andere reportage, of je wil op straat fotograferen zonder dat het opvalt, dan is dat heel luidruchtig, heel storend. Ik zal die even eerst hier laten horen. Ik zal die ook eens aan de microfoon laten horen. En dan hoor je dat dat een zeer luidruchtige sluiter is. Ook als je die uh, uitschakelt, zal die om de zoveel tijd zal die ook eens ontsp uh, ja, ontspannen. Zal die de sluiter ook eens gebruiken. Voor het uh, keusen van de sensor is dat geloof ik. Nu dat is wel een instelling. Dat was al uh, het derde nadeel. Het vierde nadeel is dat je eigenlijk uh, het is een zeer goede sensor Hij En je krijgt heel mooie beelden. Maar ik vind in vergelijking met Nikon, bijvoorbeeld. Wat eigenlijk dezelfde sensor gebruikt, vind ik dat je achteraf aan de foto's nog veel meer werk hebt dan dat je hebt dan dezelfde foto's uit een Nikon camera. Dus achteraf nog. Naar mijn mening heel veel werk aan de foto's om een goede foto te, bekijken, te, te verkrijgen. Niet zozeer dat de belichting verkeerd zit, eerder de kleuren en dergelijke meer. Uh, of dynamisch, alleen de ja, problemen met dynamisch bereik dat je moet oplossen. De kleuren, soms ook de belichting. Maar het gaat meer over kleuren en contrast en dergelijke, die vaak nog achteraf moeten bewerkt worden om een, uh, een goed resultaat te bekomen. Nu, dat kan iets persoonlijks zijn omdat ik altijd Nikon gebruikt heb. Maar voor mij is dat toch een nadeel van deze camera. En dan een vijfde en laatste nadeel van deze Sony Alpha 7. Is eigenlijk heel specifiek voor filmen. Er zitten heel veel opties op de camera. Maar als je dan kijkt voor filmen. Dan zit er op dit basismodel. Dus dat is de Sony Alpha 7. Dat is eigenlijk de, de, hoek, ja, de, minst, de, de minst dure versie. De goedkoopste versie. En daarop zitten niet zo heel veel opties naar video toe. Um, ja, eigenlijk als je echt video wilt gaan doen, zijn er betere Sony Alpha opties, zoals eigenlijk al de Sony Alpha 7. heb je ook nog in body stabilisatie. Maar ook bijvoorbeeld de A7S en dergelijke meer, waarbij dat je meer opties zult krijgen, specifiek voor het filmen. Bij deze is al vrij beperkt. Je hebt geen 4K bijvoorbeeld. Um, ook geen 120 frames per, sec per, per seconde um, voor echte slow motion en dergelijke. Maar goed, dus heel specifiek voor video, niet zo heel veel opties. Nu, dat was het al voor de 5 nadelen van deze camera, laten we dan heel snel de video afronden met de 5 voordelen van de Sony Alpha 7 en dat begint eigenlijk al bij de prijs. Dus als je kijkt naar de prijs, je hebt deze camera nieuw voor minder dan 1000 euro als body en dat is een niet te kloppen prijs voor een full frame camera. Dus voor een camera met dergelijke features en dergelijke sensor is dat gewoon de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Verder de sensor dus natuurlijk. Het is een 24 megapixel full frame, dus 35 mm breedte de sensor. Die ook gebruikt wordt onder andere in veel Nikon camera's. Dus het is gewoon een goede sensor. En dan is er ook nog een voordeel, de compacte afmetingen van deze camera. En dan heb je het eigenlijk, je kan het eigenlijk al snel. Als ik nu bijvoorbeeld deze lens, dat is de 35 mm lens, als ik die bijvoorbeeld even erop monteer. Dan zie je dat zelfs met deze lens... Blijft dat eigenlijk een compact geheel even goed uitlijnen, Dus dan zie je, nu is deze camera klaar voor gebruik met de 35mm standaard primelens. En er is geen één enkele full frame camera die compacter zal zijn dan dit geheel. Hier zit nu nog een zonnekap op als je die eraf haalt, ik zou niet weten waarom, maar dan is ze mij, waarom die zo afvand is, hem eigenlijk nog compacter. Maar dus qua formaat een van de compactste opties voor full frame camera's. En dan nog een ander voordeel voor de Sony Alpha 7 is eigenlijk de registerafstand. Dus de afstand tussen, hier zit de sensor en hier bevestig je de lenzen. Dat betekent dat je heel gemakkelijk adapters kunt plaatsen die ertussen zitten om andere type lenzen te gaan gebruiken. Dus heel gemakkelijk in gebruik met adapters. En dat is eigenlijk voor elke systeemcamera maar goed, dus ook voor deze. En dan als laatste belangrijke feature of belangrijke eigenschap van deze camera en dat is eigenlijk ja, alle features, dus je krijgt voor die nog geen 1000 euro krijg je in deze camera echt heel veel features. Voor, heel specifiek voor filmen zijn ze misschien niet zo uitgebreid, maar je hebt focus peaking, je hebt um, connectivity met smartphone en dergelijke meer, je hebt echt heel veel opties voor die prijs. Zo. Zou ik die camera aanraden? Ja, eigenlijk wel. Nou, als je echt kost wat kost full frame wilt, dan is, en je hebt, of je hebt heel veel uh, oudere lenzen die je wilt gebruiken, in combinatie met een full frame camera digitaal, dan is dat zeker een goede optie, een betaalbare optie. Ik zou wel aanraden van meteen een extra batterij ook aan te schaffen. En hou er rekening mee dat het niet stopt bij de aankoop van de body alleen, als je lenzen van Sony wilt gaan kopen voor autofocus en dergelijke meer. Of zelfs adapters die autofocus ondersteunen. Dan is dat al heel snel vrij prijzig. Dus hou daar zeker rekening mee. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.